als jij iets oppakt, dan, ja, het staat stom, maar je moet eigenlijk aan een gorilla denken. Ja, want die loopt altijd, die lopen zo, met die kom naar achteren. Dus dat moet jij doen. Maar doordat jij je kom naar achteren duwt, met optillen. Dat kan echt niet hoor. Nee, maar met optillen. Dat vind ik echt heel erg om te zien. Nee, maar luister, dus met optillen, moet je eens naar de rughouding kijken, nu. Je rug staat hol. No, it's not nice. Ja, it's nice, but the sauce is very good. I like the sauce. Die zorgt voor je probleem. Want that be called as fresh lumpia. Fresh lumpia. Yeah. What's all in it? What? In the lumpia? That is carrots. Yeah. Cabbage. Yeah. And sauce kartoffel. Yeah. And then potato. Ah, okay. It's good. Yeah. Dank je. Witte schijven tussen je wervels. En doordat je bukt, wordt dit plat, dit dikke, en het drukt naar buiten toe. En dat drukt tegen je zenuwen aan. En doordat ik dus nu, zeg maar dat hangen, wat je dus doet, ja, dan is je dus, maak je, ja, maar je maakt dit ruimer, zodat ja, die bal die hierin zit, zich weer naar het midden kan terugtrekken. Oké. Want dit is het zijn... De saus is echt lekker. Ja, de rest ook, want de saus maakt echt af. Maar wat zit erin dan? Ja, aardappel, wortel en sla. En je is dat lekker? Ja. En dit zijn ringen eromheen. En wat gebeurt er nou? Wat is nou eigenlijk de blessure die je hebt? Fresh lumpia noemen ze. En is dat... Die binnenkern die drukt tegen die ringen aan. En eigenlijk, net zeg maar dat je enkel verrekt, krijg je dus verrekte banden daaromheen. En als dus gaat het dingetje dan. Hallo. Ja, doe dat ook zo meteen een keer in de Nederlands. Dit is livestream. Ja? En bukken. Ik ben een Amayo. Bukken of zitten. Omdat je dan met een bolle rug, echt met een bolle rug, met staan. Dan zit je eigenlijk in de bukhouding. Dus je blijft hier in het midden. Ik kan bukken. Ja. Gewoon zo. Ja.